Helemaal superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Let's Play update video, bla bla bla. En ik, het is nu 2:50. Normaal komt de video rond 3:00 online, zeg ik altijd. Door meerdere redenen is deze video waarschijnlijk echt pas om 4:00 of later online. Dat komt 1. Ik had school vanochtend. 2. De update was echt om 30 minuten geleden pas klaar, dus rond 1:00. En 3, ik moest net de coronatest om kwart over 1. Dus het kon allemaal niet. Het was allemaal een beetje een rommeltje. Maar dat maakt eigenlijk niet zo uit. Want we zijn er gewoon lekker en we gaan gewoon alsnog de update spelen. Want het hoeft niet als eerste te zijn. Ik zal even de teaser van vorige week oplezen. Waar, zeg maar, bij de vorige update denk ik echt altijd zo, wat verwachten we volgende week? Nou ja, vorige week stond er dus voor deze update. Sommige spelers hebben zich al in dit bosrijke wilde gebied gewaagd. Als je toen niet mee kon op die avontuurlijke tocht, dan staat je nu iets geweldigs te wachten. Nou, dat klopt, want ze hebben een... Ik zal even de update van nu erbij pakken. Verrassing, je kunt nu makkelijker naar het Wilde Woud toe. Nou ja, iedereen had eigenlijk gehoopt dat je vandaag naar het nieuwe gedeelte kon van het Wilde Woud, dus hier zo. Maar waarschijnlijk komt dat volgende week of de week daarop. Vandaag hebben we twee nieuwe races gekregen op Zuiderhoef, wat op zich, ja, ook prima, weet je wel. En eigenlijk is dat het. En er is een nieuwe NPC, dat is Kip. En dan gaan we lekker heen en ik rij nu op Glory Girl, want als je hebt gezien de vorige video, de Let's Champ, daar heb ik dus Onyx Master uit getraind. En nu doen we lekker Glory Girl trainen, dus ga lekker op haar. We gaan maar even kijken naar waar Skip is bij Zuiderhoefboerderij. En iedereen was echt wel een beetje zo van, oh, we kunnen nu naar het nieuwe stuk van het Wilde Woud. Maar de teaser van vorige week zei dus, dan staat er nu iets geweldigs op je te wachten. Als je dus nog niet naar het Wilde Woud kon. En dat is dus nu een update dat je niet vanaf een bepaald level erheen kan. Maar als je gewoon bepaalde missies hebt gedaan, dan kan je er al heen. Ongeacht of je nou level 16 bent of lager. Dus ja, weet je, op zich chill, maar ja, wij hebben er verder niet zoveel aan. Omdat wij natuurlijk al, al lang level 16 gepasseerd zijn. Oké, let's go. En we hebben alle missies al gehad. En heel eerlijk gezegd hoop ik dat ik hier veel XP voor krijg, maar ik ben er heel bang voor. Ik denk het niet. Weet je wat ik nu even ga doen? Even gelijk dit doen. Oh, die mensen staan net buiten. Oké, dit is de Skip. Met een schattig hondje. Oké, leuk. Mag ik je aanklikken, Skip? Mag het? Please? Hallo? Hallo? Oké, ja. Hallo, ik ben Skip. Rolf, de hondenliefhebber, is mijn broer. Die ken je vast wel. Rolf? Wie de fuck is Rolf? What the fuck? Ik ben pas naar Zuiderhoefhuis. Wat een heerlijke plek zeg. We gooien favoriete paard samen en erop uittrekken. Hoewel Caesar en ik graag tochten naar de runestenen maken, hebben we ook een plek nodig waar we kunnen trainen, springen, working equitation en dat soort dingen. Klopt, want volgens mij is dit nu weer een working equitation en een spring parcoursje die we krijgen. Ik hoorde dat jij hebt geholpen bij de renovatie van de rijbak bij de dierenopvang. Wat denk je? Zou Heuk het goed vinden als ik het rijbak voor springoefeningen gebruiken wil? Gebruik als hij hem niet wil gebruiken. Als hij hem niet gebruikt, jezus, moeilijk is. Lezen is echt heel moeilijk. Oké, ik kom niet goed aan mijn woorden. Maar negeer dat alsjeblieft. Ik ben niet rijk, maar ik betaal wat ik kan missen. Ik zou het erg fijn vinden. Bespreek het. Oh, mijn heuk. Hoe is dit? Nee, ik wil niet in een groep met jou. Sorry. Ik wil gewoon mijn missies. Hallo, heuk. Dus Skip wil de rijbak voor de springtraining gebruiken. In deze dierenopvang draait alles om leven en genezen. Geniet er met volle teugen van als het complex gebruikt wordt. Weet je, als Kip belooft dat hij alles na gebruik weer opruimt, vind ik prima. Als hij hier komt trainen, wanneer ik in de rijbak niet voor therapie of hersteloefeningen nodig heb. En ook niet betalen, laat Kip wat klusjes bij de opvang doen als hij klaar is met trainen. Laten we Kip het goede nieuws vertellen. Jongens, ik ben echt bijna level up. Ik denk echt... Misschien volgende week met de andere missies dat het lukt. Even weer mensen wegklikken. Als we veel... Veel XP krijgen. Ging er akkoord? Tuurlijk wil ik helpen op de opvang.
Ik ben zo ongeveer tussen het vee opgegroeid en wilde altijd al meer weten over het leven als dierenarts. Dit is een droom die uitkomt. Ik moest mijn training maar eens gaan voorbereiden. Ik rij al een paard sinds mijn zesde. Ik groeide op met ponies en heb nu... En ik heb nog steeds een voorliefde voor die kleine wezens. Een goede sterke pony, zoals deze rode Godlander, Caesar, is echt geschikt voor bijna alle denkbare paardradisciplines. Wij zijn allebei helemaal verkocht aan het springen. Verknocht of verkocht? Trouwens, inderdaad, dit is de Godlander, maar dan met blonde manen. En wat de hel, grappig. Ik had het nog niet gezien. Ik heb een springpoer en een rijbak aangelegd. Oké, ik wil gewoon heel graag beginnen. Lek! Wat is dit hier leuk! Nogmaals, waarom? Ik wil niet. Wat is dit mooi! Nieuw liedje? Of kennen we dit liedje al? Oeh. Beter kunnen we hier ook highscore ophalen. Oh, ik heb wel een beetje lag. Oepsie. Nou ja, kan ik haast niet. Het is woensdag en iedereen is hier. Oh. Oké, dat was de eentje. Ja, ik vind eentje prima, joh. Extra races is altijd nice. Ook al kom ik bijna nooit in Zuiderhoek om te trainen. Maar ja, wellicht nu wel. Dat heb jij en Clark wel goed gedaan. Waren de wendingen niet kort? Ja, er is gelijk een... hoe heet dat? Een highscore board. Dat had ik niet verwacht. Dat is bijna nooit zo namelijk. Ik wil iets nieuws proberen. Doe mij een broken equitation. Ja, ik ben benieuwd. Oké, ziet er veelbelovend uit. Jump. Moet je hier overheen? Oh, ik dacht dat ik moest springen. Ik weet niet waar je heen moet. Ik doe maar gewoon even rustig aan. Oh, we gaan buiten de rijbak, joh. Ja, weet je. Dat kan ook. We gaan helemaal om de rijbak heen. Dit is echt gaaf. Oh nee, maar nu heb ik wel het gebied verlaten waar ik andere mensen dus niet kan zien. En nu wel. Dat is een beetje stom. Oh. Ik weet niet wat Starship ineens heeft met die work and equitation, you know. Ik bedoel, nu is het een soort van normaal geworden als je zoveel... Ja, weet je, ik vind het wel leuk. Even wat anders. Oh, wat is dit? Zag je die pijl? Oh, wow. Dat was heel raar. Ik wil niet al die mensen zien. Wegwezen. Oh. Echt. Ja. Oké. Kom op. Goed gedaan, oefening bij kunst. Ik hoop dat je snel probeert om je tijd op koer te verbeteren. Oh, dat ga ik zeker doen. Working equitation is een uitstekende manier om een goede band op te bouwen met je paard. Well, that's it. Hoeveel XP hebben we gekregen? 150? Nee, 50 in totaal volgens mij. Ik doe ze gewoon even nog een keer. Ik ben nu toch aan het soort van aan het trainen, toch? 150 XP GT's en volgens mij die ander ook. Ik heb niet heel goed opgelet, eerlijk gezegd, maar voor 150 is het wel nice. Dit is namelijk best wel een korte race. Oh no, je kan er niet doorheen. Oh, daar baal ik heel erg van. Heel zonde. At least, daar kan je gewoon veel beter. Weet je, met die pony, die Yorkie pony, kan je wel scherpe bochten doen. Maar ja, als je er doorheen kon, was het beter geweest. Maakt niet uit, moet je... Ach ja, boeien. Eat. Zo, wat... Ravi vrienden, oh. Of course. Oh, moet ik het wel goed even? Oh. Dus, volgens mij is ze een nieuwe lid van de club. Dat zou heel goed kunnen. 150 XP. En deze ook 150. Ja, ik vind het wel nice. Dus ja, weet je, ik vind het als Star Stable zeg maar niet echt of dat... Kijk, nu zijn we zeg maar op weg naar een iets grotere update. Wauw, kan dat zo doen. We zijn dus op weg naar een grotere update. Dan zijn ze toch nog... Oh. Ze zijn toch nog zo lief om iets nuttigs te geven aan ons voor een kleine update. Kijk, dit is echt wel...
gewoon een korte update natuurlijk. Maar goed, het blijft wel voor altijd nuttig, snap je? Je hebt er altijd wat aan, aangezien ja, training, dat moet je toch echt wel altijd blijven doen, zo ongeveer. Snap je? Oh, hier is de bel. Ik hoorde hem net wel, maar ik wist niet waar die was. Oh, ik vind deze echt moeilijk, eerlijk gezegd. Vergeleken met die ene. De Silver Glade, waarom is die, waarom glitcht het zo? Waarom hoort het of wat? I don't know. Of het hoort. Het is heerlijk druk hier. Nou ja, weet je jongens, volgende week hebben we gewoon lekker een langere update. Ik denk dat ik wel snap waarom de update zo lang duurde. En dat is omdat ze het, denk ook de helft al hebben geüpdate van het andere deel van Wildwoods, omdat het anders echt een jaar duurt. Kijk, ze hebben hier bijvoorbeeld al een trailer neergezet. Kan ik dan ook in de trailer zien? Nee, ik denk het niet. Ik ga gewoon even loeren bij de trailerlijst. Even loeren. Ik ben benieuwd. Ze hebben gewoon dus geüpdate. Op, kom op. Oké, ik ga even goed zien. Ons duurde namelijk echt heel erg lang. We kunnen wel even naar Sequoia Plateau. Ik weet nog steeds niet of ik het goed uitspreek. Maar we gaan er gewoon even heen. Misschien kunnen we wellicht een verandering zien alvast. Ik denk het niet, maar ze zeggen dat we gewoon dit gebied op ons duimpje moeten kennen. Is dat in dit nieuws? Want ja, ik zou ja voor de quest die ze aankomen dan, denk ik. Er gaat van alles gebeuren met de nieuwe Jorvik wildpaarden. Of ja, de nieuwe. De Jorvik wildpaarden gaat van alles mee gebeuren. Dus ik ben echt wel heel erg benieuwd, eerlijk gezegd. En ja. Maar ik heb gewoon weer zin om missies te doen. Ik wil zo graag ook level up. Zo graag. Dus let's go, zou ik zeggen. Maar ik zou jullie wel aanraden, om niet in de steen te rennen zoals ik. Maar ik zou jullie wel aanraden om de reputatie bij de Jorvik Rangers zoveel mogelijk hier op te bouwen. Bij in ieder geval hier en bij het Sequoia Plateau, zeg maar. Want ja, ik denk dat hier, ja, dit is wel een beetje geüpdate. Hier gaat straks zeg maar de doorgang zijn naar het nieuwe gebied. Zoals je ziet is dus hierachter ergens ook een trailer. Hierzo. Nou, zoals je ziet daar zo ergens dus. En ik denk dat we hier gewoon een brug moeten gaan maken of dergelijks. Ja. Dat had ik wel kunnen doen over, joh. Ik ben, zoals ik al in mijn vorige video zei, ik ben dus heel vermoeid en ik ben dus ook heel erg vergeetachtig. Dus sorry als ik gewoon niet meer kan herinneren waar ik 2 seconden geleden over gepraat heb, want ik weet het gewoon niet meer. Heel raar, ik heb ook echt chronisch hoofdpijn al 2 weken lang. En ik heb dus vandaag de dokter gebeld, ik zeg ja, ik heb dit en dit. Wat nu, weet je wel? En die zei gewoon dat ik heel simpel... Die zei dus dat ik voor corona moest gaan testen. Dus ik was zelfs van, ja maar, ik heb geen, ik weet niet, hoesterig of zoiets, niks. Ik ben niet verkouden. Maar goed, weet je, ik doe maar gewoon wat die dokter zegt. En als het geen corona is, ja, dan moet ik toch nog maar gaan kijken wat het dan wel is. Maar dit was echt pas om 1 uur klaar en het is echt heel, heel, heel laat. Echt heel laat. Maar dat blijkt, dat is dus waarschijnlijk, dat gok ik dan, hè. Dat ze gewoon al een deel hebben dus geüpdate. En dat blijkt dus wel weer omdat hier nu een trailer-icoon staat en zo. Dus zodat we niet de volgende update, of de eerstvolgende update, of misschien de update erna. Wanneer we in ieder geval dat nieuwe gebied krijgen, dat het niet 5 uur lang gaat duren voordat die update er is. Snap je? Dus we hebben echt al voorbereidingen gedaan. Dus het komt er echt al heel snel aan. En ik ga er eigenlijk van uit dat dat dan volgende week is. Ik zal 1 keer nog op het nieuws kijken. Om te zien wat dan de quote is, zeg maar. Video. Oh nee, wacht even. Dit verwachten we volgende week. Hier staat: verken deze week het uitgestrekte wilde woud. Zo oefen je alvast je vaardigheden als verkenner en ben je klaar voor het echte avontuur. Dus dat klinkt een beetje alsof we dit gebied krijgen, maar ook weer niet. Dus ik zou nu weten wat het anders wel is, zeg maar. Dus ja. Nou ja, maakt het niet uit. Ik wil de video wel hierbij laten, zodat ik hem waarschijnlijk nog redelijk richting 3 uur toch kan posten. Uploaden bedoel ik. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!